Deze samenvatting wordt mogelijk gemaakt door AGO Financieel en Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzaak van Nederland, VDB Recreatie Avontuurlijk Ontspannen, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100. Vanmiddag DVS 33 tegen Odin. Nog 3 wedstrijden te gaan in totaal, maar eerst vanmiddag Odin. Lastig potje. Ja, dat zijn wel de verwachtingen. Ja. Wij zullen het moeten gaan bedenken vanmiddag. En dan moeten we dat al week in week uit. Alleen we verwachten wel behoorlijk veel weerstand natuurlijk. Want Odin doet het altijd goed tegen ploegen die goed aan de bal zijn. Dus dat zal de uitdaging komen te liggen. In zekere zin toch een beetje een pikant duel. Hè? En dan snap jij natuurlijk gelijk wat ik bedoel. Trainer van Odin, aanstaande trainer van DVS 33. Wat gaan ze doen? Zou dat een rol gaan spelen, Bert? Of denk je van niet? Tussen ons als trainers bedoel je? Gewoon überhaupt in het veld, tegenstanders, wat voor tegenstand gaan ze bieden? Ja, nou ja, kijk, weet je, je moet eerlijk zijn, wanneer doet een speler wat voor een trainer, hè? Dat is altijd bijzonder. Nou, natuurlijk is het wel bijzonder dat Richard hier volgend jaar trainer is. Dat is natuurlijk extra leuk, ook voor hem. Hij kan dan de atmosfeer een keer meemaken hoe dat hier is. Bij ons als ploeg telt dat niet, wat ik begrepen heb van de jongens. We zijn bezig met ons duel, ons klaarstomen voor wat hopelijk nog een mooi toetje kan zijn. En Odin zal zich hier willen laten zien, omdat ze natuurlijk vorige week een gevoelige nederlaag hebben geleden. Nou duidde je net al dat Odin toch een ploeg is die heel gevaarlijk vanuit de omschakeling kan zijn. Houden jullie daar rekening mee of ga je gewoon alle zeilen bijzetten om Odin gelijk plat te drukken? Nou ja, dat sowieso. We gaan natuurlijk proberen dominant te zijn aan de bal, maar ook meteen bij balverlies meteen goed op te zitten. En daarmee bepaal je het ritme van de wedstrijd. Maar dat zul je sowieso moeten doen. Op het moment dat je balverlies hebt, zul je meteen goed moeten omschakelen om die snelheid van hun eruit te halen. Maar goed, aan de andere kant weet je ook dat ze altijd standaard situaties zullen krijgen. En daar zit wat meer zorg, omdat ze natuurlijk een ongelofelijke luchtmacht hebben. Zie je in de trainingen nu ook weer terug dat het vertrouwen steeds meer terugkomt? Ja, maar dat heb ik binnen trainingen altijd wel gezien. Maar in wedstrijden is het natuurlijk altijd weer een ander facet. En dat betekent de druk. Hoe voel je je als speler? Op trainingen gaat het vaak heel erg goed. Ik moet eerlijk zeggen, de laatste donderdag trainingen, tactisch, merk je dat ze heel kritisch op elkaar zijn. En waardoor het dan wat stroever loopt. Maar in een wedstrijd vinden ze elkaar makkelijker. En als dat ritme zo blijft, vind ik het prima. Mooi. En met welke spelers gaan we dat ritme bekijken? Ja, met Paul heb ik in het doel. Frank van den Burg, Joran van Zanten, Dennis Hollaert en Rode Vries achterin. Middenveld met Lars Dekker, Koen Vloedgraven, Christian van Hussen, Soufiane Moreau. En voorin Benjamin Roemion en Olivier Pilon. Oké, heel veel. Nee, en nog wat wissels? Ja, zeker. Een mooie bank natuurlijk met Todori Velanas, Barry Powell, Mark Bouwman, Basiel Camara en Daniel van Warven. Heel veel succes en plezier, Bert. Ja, gaan we hebben. Dank je. En we zijn begonnen. DVS afgetrapt. Maar daar was hij alweer als de kippen bij. Ja, mooie kniebal van Roald de Vries. Wat is zo, dat? Wat is dit? Wat is dit? Dit is een fout. En daar gaat hij zo al. Zo komt Odin hier op 0-1 voorsprong. 0-1. Heel verrassend. Foute bal was dat. Ik zag niet wie het was. Maar dit is enorme fout. Dit is een domper in de derde minuut. Ja. Soufiane Moreau. Achterin is nog Benjamin Roemion. Roemion geeft de bal aan Koen Vloedgraven. En daar is keeper Mike van Vliet. Reageert op het schot van Koen Vloedgraven. Goeie kans. Mooi doorgelopen ook van Benjamin Roemion. Schitterende redding. Ja, mooie absoluut. Reactie. Mooie aanval ook. Corner snel genomen. Roemion heeft de bal gegeven aan Roald de Vries. Roald de Vries. Koen Vloedgraven. Mooie bal op Christian van Hussen. Benjamin Roemion met een mooie lichaamsschijnbeweging. Gaat die voorzet komen? Kan. Ja! Ja! Die zit er ook al weer. Prachtige goal van Frank van den Burg. Van den Burg. Hij maakt zijn foutje goed. Ja, maar de woorden uit de mond. Is geweldig. Frank van den Burg, steeds meer aanvallende impulsen. Frank van den Burg, hij kan koppen als de beste. En laat het hier zien. 1-1. Mooie goal. En lekker ook. Ik zei net al van zo snel mogelijk die gelijk maken. Want anders dan ga je daar tegenaan lopen. Precies. Ja, dit kan zomaar een 5-4 wedstrijd worden. Soufiane Moreau. Versneld. Lijkt heel simpel, maar wordt daar neergelegd. Krijgt daar een vrije trap. Goede actie gemaakt. Daar wou ik hem ook weer snel nemen.
Nu moet hij op het fluitje wachten van de scheidsrechter voor vanmiddag. Sainer. Het is Roald de Vries. Of Sofia Moro. Of Sofia Moro. Schiet een streep op de vuisten van keeper Mike van Vliet. Die bal goed inschat. Goed genomen vrije trap. Dit is een overtreding. Sofia Moro. Jorah van Santen. Koen Vloedgraven. Jorah van Santen. Roald de Vries uitgeweken naar de andere kant van het veld. Christian van Hussen. Lars Dekker. Sofia Moro keurig op Roald de Vries. Het is Koen Vloedgraven die hier de bal wil hebben. Dennis Hollard laat hem nog even staan. Hij wil die andere kant op. Roald de Vries. Zocht Oliver Pilon, maar de bal is een meter of 4-5 naast hem. Doeltrap voor Odin. Dat het weer gaat proberen. Maar hij wordt snel vastgezet daar op het middenveld. En dat resulteert in een ingooi voor DVS. Kwartier gevoetbald. Balbezit Roald de Vries. Dennis Hollard. Christian van Hussen. Lars Dekker. Goed direct doorgespeeld naar Moro. Moro, paasje ertussendoor. Misschien Pilon hopelijk bereikend, maar dat mislukte. Nu weer een snelle uitbraak van Odin. Komt die bal voor. Maar de DVS-verdediging op tijd terug. Die moeten constant alert blijven op die hele snelle omschakelmomenten van Odin. Roemion inmiddels alweer meer dan een kilometer afgelegd, heb ik zo het idee. Ongelooflijk waar hij de energie vandaan haalt. Prachtige actie dit weer. Hoor. Benna passeert één man. Oh, oh. Pilon. Pilon aan de rechterzijde. Roemion, wat gaat hij doen? Hij schiet in de handen van keeper Mike van Vliet. Roemion. Komt die bal. Oh, hij leek hem wel één keer in te draaien. Komt hij nog een keer? Gaat hij schieten? Prachtige actie van Benjamin Roemion. Goed geanticipeerd van die keeper wat weer. Wat een snelheid waarmee die strafschopgebied inging. Aanval loopt door. Pilon kan daar niet aan. Nu nog Roemion. Jammer dat hij die bal met de hand toucheert. Jorah van Santen die probeert voor zijn man te komen. Maar dit is doorgelopen. Slim. Dat is een hele gevaarlijke kans gaat eraan komen. En dan gaat Paul Epping DVS behoeden voor een achterstand. Hij raakt daar zelf ook bij geblesseerd, zie ik. Bal eruit, keeper geblesseerd. Andere kant ligt ook nog een speler van Odin, maar wat waren ze er snel uit? Van Hussen. Sofia Moro, Frank van den Burg, goede voorzet. Laag over de grond. Pilon ziet hij die tweede bal kan pakken. Maar komt niet voorbij de verdedigers van Odin. Dit is goed, Jorah van Santen. Christian van Hussen moet gaan scoren. En dat doet hij. Goed doorzetten hier van Jorah van Santen. Hij leek al een beetje in de lucht gaan de 2-1. Omdat er wel wat aanvals en pulsen geweest waren. Maar Christian van Hussen krijgt de bal en schiet hem achter in de touwen van de goal van de goalie Mike van Vliet. Zo wordt het hier 2-1 voor DVS. Roald de Vries. En daar komt Odin weer. Daar moet DVS gelijk al ingrijpen. Heel goed, Jorah van Santen. Lekker van Santen. Hij luistert. Benjamin Roemion. Oh. Roemion. Oh,
fantastisch! Oh, mooie actie. Prachtig. Heel snel uitgevoerd. Ja. En daar wou hij hem ook hebben. Ja, daar wou hij hem ook. Mist ja, net inderdaad, het goal. Inderdaad. Maar de hoek was net wat te klein. Andersom zie je ook dat als Odin in de aanval aanvallend is, dat dan meteen een kans oplevert voor DVS. Ja, en dat is het aantrekkelijke van deze eerste helft. Dat is wel heel leuk. Eelke de Graaf daar met kop en schouders over iedereen heen. En daar komen ze weer, Odin. Super gevaarlijk en snel. En Paul Epping achterhaalt de waarheid wel. Wordt een hele verre. Tuurlijk zoeken ze Eelke de Graaf op. Daar komt hij ook, geheid. Op zijn hoofd ook hoor. Het is ongelooflijk. Dat... Gaat de schot komen? Ja. Oei. Dit is echt een hele grote kans. Jeffrey Kleibroek. Venijnig schot. Dat is de kracht van Odin. Dat ze zo'n Eelke de Graaf hebben die bal doorkopt. Ongelooflijk. Met zijn specialiteit of doet de aanvoerder het zelf. Benjamin Roemion staat daar ook bij. Mooie plek hoor. Heerlijke plek voor Soufiane Moreau. Schot. Pats. Op de lat. Oh, weer een enorme redding van die keeper. Mike van Vliet. Of was hij op de lat? Nee. De keeper hield hem. Goed gekiept. Mooi ingeschoten ook trouwens. Ja, heerlijk. Opnieuw mag DVS gooien. Soufiane Moreau. Krijgt de bal van Frank van den Burg. Frank van den Burg gaat de voorzet geven. Goeie bal. De bal wordt weggewerkt door de verdediging van Odin. Via Eelke de Graaf. Bal teruggespeeld. Dit is mooie actie zeg. Oh, wat jammer. Wat een mooie communicatie tussen Benjamin Roemion en Pilon. Ze voelden waar die bal kwam en ze bleven er allebei vanaf. De bal stuitte door en er kwam een kans voor Benjamin Roemion. Maar die tikte de bal eigenlijk voor zijn voet weg waar hij mee wou gaan schieten. Christian van Hussen, Benjamin Roemion. Op de vierkante centimeter loopt hij een paar mensen voorbij. Heeft nog steeds balbezit. Geeft de bal nu aan. Oliver Pilon schiet op de keeper. Deze ballen moeten erin. Wil je lekker naar de 3-1 voorsprong kunnen werken. Maar van een fantastische aanval. Ingeleid door Benjamin Roemion. Oliver Pilon. Strakke bal op Soufiane Moreau. Soufiane Moreau schiet hem erin. Goed genomen. Corner. Goed van Oliver Pilon. Die net verzuimde om de bal af te maken. Soufiane Moreau. Schiet hem in de hoek. Fantastisch binnen. En DVS op een 3-1 voorsprong. Doelpuntenmaker Soufiane Moreau. Roemion. Nu, ruimte. Nee, oh, ja. Kijk, weinig. Moet het iets wel te veel even passen, hè? Te weinig ruimte. Maar dan komt Odin meteen, Odin weer. Kijk, dit is heel goed gepaast hoor, van Eelke. Dat ziet hij heel goed. Kleibroek. Tom de Vries. Kijk, prachtig, prachtig, prachtig schot van Kleibroek. Ja, dit is een handelsmerk van hem. Dat kan hij als geen ander. Kijk eens. Ah, ja, Roemion. Marsje is weer 2. Fantastische voorzet van Soufiane Moreau. Maakt de Marsje meteen weer 2. Ja, prachtig doorgekopt Olivier Pilon. En daar komt hij. Oh. Nee. Net geen kracht genoeg. Benjamin Roemion. Schot prima assist Olivier Pilon. Schot mist kracht. Het gaat hard daar in het noorden. Penalty. Weggeduwd. Tom de Vries. Door Basile Camara. Ik heb zo'n voorgevoel. Wat gaat dit worden? Het verdikt. Van deze pingel. Aanloop. Tom de Vries. Schot en zeer eenvoudig. Keeper op het verkeerde been. 4-3. Wat heeft het publiek in de analyse met Richard Plug en Bert van Hunestein genoten van vanmiddag? Heb jij zelf ook genoten, Richard?
Ik weet niet of het publiek genoten heeft. Is dat zo? Volgens mij wel. Het was een vermakelijke pot. Er gebeurde van alles en nog wat. Met fouten, wat het voetbal ook zo leuk maakt. Maar ook met hele mooie dingen. Ja, oké. Okay, als je het zo bekijkt. Kijk, fouten zijn voor trainers ergernissen. Ik bedoel, maar ja, ik denk 4-3. Ja, we hebben wel wat kansjes gehad vandaag. Hè? Ja, uiteraard. Ik heb de laatste wedstrijd niet zo goed gespeeld. Vandaag wat meer zekerheid gewoon weer terug ingebouwd. Hè, vooral tegen Pilon en Roemejon. Maar ik denk dat we de eerste helft een paar keer gevaarlijker uitkwamen. Hè, bij de eerste goal worden we geholpen. Bij de tweede goal ja, wordt mijn luchtmag geklopt. Dat gebeurt ook niet altijd. Ja, toen hadden we toch wel een moment met Tom. 1-1. Ik denk, nou, dan komen we 2-1 voor. Dat was niet zo. Dat was een beetje het verhaal van de middag. Ik denk dat we er qua scoreverloop een beetje op achteraan liepen. Maar qua kansen was het wel constant om en om. Dus ja, ja 4-3 verloren. Ja, zonde. In ons duo-commentaar voor DVS TV hadden we het ook steeds over na 10 minuten 1-1. Dit wordt een einduitslag 5-4. Dat is het net niet geworden. 4-3. Kan je daarmee leven, Bert? Of ben je ontevreden over vanmiddag? Nou ja, ontevreden als je 4-3 wint, mag je nooit zijn. Maar het is zo, in de eerste helft komt Odin in een zetel. Die komt natuurlijk makkelijk voor en dan gelukkig weten we dat nog om te zetten. Maar in de tweede helft moet je uiteindelijk, zeker naar die 3-1, moet je uitbouwen naar 4-5-1. Dan moet je die kansen benutten. Dat doe je niet en dan weet je gewoon met Odin sterk genoeg. Dus je gaat op een gegeven moment meer van de goal afspelen om ook voor eigen kansen wat meer te gaan. Ja, prachtige 3-2 natuurlijk. Gelukkig maken we die 4-2. Maar ik heb me vooral geïrriteerd aan de laatste 5 minuten. Want van de week hebben we het nog over gehad met de groep. Wat moet je leren van wedstrijden zoals Ajax hier gespeeld heeft. En zoals wij vorig jaar in de laatste wedstrijd tegen VVG speelden. En we maken exact dezelfde fout, weet je. Dan moet je gewoon die 4-3 binnenhalen en niet zo raar gaan voetballen. En dat irriteert me mateloos. Wonderbaarlijk mooie doelpunt, Richard. Vond je niet? Kun je daar ook echt van genieten? Jawel, jawel. Maar goed, wat Bert zegt, kijk, op de 2-1 krijgen wij natuurlijk de grootste kans op de 2-2. Hè? Jeffrey Kleibroek, dan krijgt hij een vrij schot vanaf 11 meter. En met zijn schot moet dat een goal zijn. Ja, die maakt hij dan niet. En Moreau laat zien hoe je het wel moet doen. En toen zeg ik nog op de bank, kijk, dat is misschien het verschil tussen Moreau en Kleibroek. En nog geen 2 minuten later schiet Kleibroek hem stijf in de kruising. Dus, maar die kan dat ook, snap je? En in de rust zei ik ook al tegen Jeff, je moet schieten, hè? Want dan kan je net zo goed als die Moreau. En alleen ja, ik had liever dat hij de 2-2 binnen had geschoten. En voor ons viel de 4-2 natuurlijk uiterst ongelukkig. Ik bedoel, hij stond helemaal vrij om hem binnen te koppen, Benjamin. Ja, dat mag niet gebeuren als je net gescoord hebt. Maar ja het is niet anders. Het is voetbal. Hè. Maar zo zie je, zoals je het kenschetst, dus dat bedoel ik dus met een vermakelijke pot voetbal voor de supporters en voor de toeschouwer, Bert. Ja, en nogmaals, als trainer heb ik het denk ik een beetje anders beleefd. En ik heb het ook vanuit het publiek niet echt meegekregen dat ze nou op de banken stonden. Maar daar waren we zelf ook debet aan. We maakten keuzes aan de bal op een gegeven moment die niet precies genoeg waren. Zeker in de eerste helft gingen we niet snel genoeg met de kantwisseling om. Moet je veel meer tempo aanbrengen. Maar ja, weet je, kom er eerst maar eens doorheen. Maar goed, uiteindelijk maak je 4 doelpunten. En we hadden vandaag die 100 kunnen halen. Dat was ook een missie. Daar hadden we kansen voor. Odin had ook nog 2-3 keer kunnen scoren. Ik snap qua doelpunten dat het vermakelijk was. Maar qua niveau vond ik het niet heel best. Heeft dat ook met een beetje stress te maken? Want andere clubs ook in de derde divisie. Het is echt ongelooflijk wat er vanmiddag allemaal weer gebeurt. Verleden week allemaal in het voordeel van DVS, maar nu... Ja, maar ja, dat levert geen stress op. Dat is gewoon je eigen schuld, dikke bult. Als je het van de anderen moet gaan hebben, dan is dat nooit een lekker gevoel. Nou ja, goed, op de andere velden gaat het even anders dan wat we gehoopt hadden natuurlijk. Maar we doen nog hartstikke goed mee. En dan moeten we zorgen dat je tweede wordt als Quick Boys niet die derde periode wint. Maar ik kan me niet voorstellen dat Quick Boys dit laat gebeuren. Volgende week moeten ze naar Odin. Nou, ik hoor dat Richard zelf meedoet, dus dat komt helemaal goed. Hartstikke goed. Ja, volgende week de klapper tegen Quick Boys. Ik heb genoten van je jongens. Dat moet ik echt heel eerlijk zeggen, Richard. Oké, Piet. Nou, ik niet altijd hoor. Maar het blijkt dus dat ik deze week in training moet om volgende week aan de bak te gaan. Met het kunstpoot van me. Maar hij moet niet raar staan te kijken als ik dan in de laatste minuut de winnende binnen schiet. Want dat kan zomaar gebeuren. Nee, maar... Ja, weet je, genoten. Kijk, bij ons is er al weken de druk er vanaf. En dan kan je vrij spelen. En soms dan vertaalt het zich in hele goede wedstrijden. En soms in wat mindere wedstrijden. Ik vond het vandaag redelijk. Ik vond het niet echt goed. Ik ga niet helemaal mee in het verhaal. Je zegt, het was een hele vermakelijke wedstrijd. Ja, misschien wel vanaf de kant. Maar als trainer vond ik dat zeer zeker niet. Want ook ik vond dat wij vrij slordig af en toe waren in balbezit. Maar, het is zoals het is op dit moment bij Odin.
Wij willen in ieder geval de 50 punten nog halen. Dan hebben we het goed gedaan. En dan heb ik denk ik het maximale eruit gehaald. En ik hoop dat, dat inderdaad dat, dat DVS de nacompetitie gaat halen. En dan wens ik Bert heel veel succes. Dan heeft hij het fantastisch gedaan. En als hij het niet redt, nou ja, dan heeft hij de lat in ieder geval zo immens hoog gelegd dat, dat het een moeilijke zaak gaat worden. Mooi slotwoorden, Richard. Bedankt voor deze analyse. Bert, jij ook bedankt. Deze samenvatting wordt mogelijk gemaakt door AGO Financieel en Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzak van Nederland, VDB Recreatie Avontuurlijk Ontspannen, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100.